van die club komen. Maar in ieder geval in Rotterdam zijn we. En het regent, ja, wat wil dat zeggen? Het regent hier tijdens het kampioensfeest van PSV. Maar dat mag de pret niet drukken, want we gaan hier op zoek naar de PSV-fans. De Rotterdamse PSV-fans. En natuurlijk, die zijn er. Die moeten er zijn. Goedendag, Omroep Brabant. Wat vindt u nou van het kampioenschap van PSV? Is wel goed. Is wel goed. Wel goed? Ja. Dan heb ik iets voor u. Even een ogenblikje. Wilt u deze das even vasthouden? Boven het hoofd? Ja, wacht even. Het is nog niet, goed. Ja, ja, mee zwaaien ook nog. Ja, ja. Hey. Misschien kunt u boeren roepen. Boeren! Geweldig, geweldig. Ja, kijk, hier zijn ze gewoon te vinden in Rotterdam. Het is slecht weer, maar als de zon doorbreekt, fantastisch. Is altijd mooi. Dankjewel. Als groep zijn ze vaak niet te hebben, die Feyenoord supporters. Maar eenlingen blijken ze toch allemaal fan van PSV. Wat vindt u nou van het kampioenschap van PSV? Ik vind het heel erg leuk voor PSV. Ja. En voor alle aanhangers van PSV. Oh, nou, dat is toch heel erg aardig. Ik heb enkele vragen over Feyenoord. Hè. Want dit jaar hebben ze het redelijk goed gedaan. Dankzij onze assistent-trainer Erwin Koeman. Ja. En het ziet er naar uit dat ze misschien binnen 5 à 10, 15 jaar misschien kampioen gaan worden. Wat zijn nou jouw ideeën, de gedachtes? Als je denkt aan Feyenoord, dan bedoel ik Patrick Lodewijks, Brabander. Althans, woont in Eindhoven. Patrick Pauwe, Eindhoven. Erwin Koeman, Eindhoven. Wat zijn zo jouw gedachten daarbij? Nou, u zegt het, ik zou het niet eens weten. U praat misschien ook over het verkeerde, want ik ben totaal geen voetballiefhebber. Dus ik weet ook bijzonder weinig van voetbal. Dat is toch typisch? In Amsterdam kwamen ook allemaal mensen tegen die niet van voetballen hielden. Dus die gingen heel veel naar Ajax kijken. Dus ik neem aan dat jij dan toch wel... Het zal misschien wel logisch zijn dan, dat er zoveel voetbalaanhangers in Eindhoven wonen. Misschien is het toch leuk als we even samen zingen. Het is stil aan de overkant, want dat is het. Daar komt ie. Het is stil aan de overkant. 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 Te stil! Nou, wij zijn hier om het feest van PSV te vieren. PSV kampioen. En we zoeken eigenlijk enkele mensen die met mij de weef willen doen hier. Midden op de Koolsingel. Ja? Nou, eigenlijk niet, maar ik ben van Feyenoord. Want het is nou jammer om te horen. Maar dat zou nou getuigen van een enorme sportiviteit om hier samen met... Want de 60.000 mensen, nu op dit moment, in Eindhoven. Het is natuurlijk geweldig om hier op de Koolsingel een kleine weef te doen, samen. Ja, ik heb het nooit gedaan. Goed. We gaan hier staan. Kom maar mee. Ja, oké, daar gaat hij. Ik eerst, hè? Ja, nou, begin maar. Voor de weg. PSV! Ja, en hier zit hij, de man die ze toch midden in het seizoen hebben aangetrokken. Pierre van Hooijdonk, de bankzitter, jawel. Inmiddels 96, ze hebben er de drempels voor uit de kleedkamer moeten halen. Maar goed, nog een fan, jawel. Ja. Wat vindt u van het kampioenschap van PSV? Ja, geweldig toch? Ja, fantastisch. Is toch leuk? Ja, kun je niet beter hebben. Nee, zeker niet. Dank u wel. U bent echt een fan van voetbal. U volgt het ook zeker, een beetje. Zeker. Ja, en het is toch terecht dat ze kampioen zijn geworden. Ja, zeker. Ze hebben gewoon een betere voetbal van alle andere teams. Kijk. Wat een weer zeg. Ja, mooi hè? Ja, dank je wel. Nou, vanuit een zonovergoten Rotterdam geef ik terug aan jou, Paul. Terug naar Eindhoven. Dit was Mark van der Veer voor Omroep Brabant.
maken van de bal gelopen. En dan kan Gomez. Kijk, je hebt AZ ook achter stond, dus dan komt nog goed, hè? Ja, maar het is toch geen manier om kampioen te worden. Tweede helft vol opklappen en dan komt het allemaal goed, dat weet ik zeker. Dat weet ik heel zeker. Zeg, staan wel met 1-0 achter. Ach ja, alles komt goed, denk ik wel, hoor. Die komt niet al te ver. De inzet van Beasley heeft hetzelfde lot, maar het is uiteindelijk Van Van die kan profiteren. En PSV vraagt van Verrecht Mondo. Thuis. Bij Valencia, bij het Nederlands elftal. Bij Real Madrid. Hij is binnen, ja, zeker. In Eindhoven, hij kan niet anders zijn. Kan niet anders. Ik zou kei te genieten, ik ben kei blij. Kampioen, hè? Kampioen, hè? Kampioen! Er is niks moois. Wat voor titel zou dit dan zijn? Waarvan? Nou, wat moet ik zeggen? Dan kun je ook zo titelen. Thank you.
Ja, misschien hebben we nog wel eentje dan. We gaan er nog eentje doen. We gaan er nog eentje doen. Oké. In de stad Amsterdam. In de stad Amsterdam. Amsterdam. Eindhoven! Wat zijn we? Stil stand, in een eigen noord los van hem mee.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Want ik denk dat Philip wel iets tegen jullie wil zeggen. Jij hebt al veel kampioenschappen gewonnen, maar dit bent nooit, hè? Nee, dit bent zeker niet. Dit zijn de momenten waar je als topsporter naartoe leeft. Ja, dit bedoelen we dus. Nou, even stil. Ik zal het hem gaan vragen. Blijft hij of blijft hij niet? Ja, ik had het wel een beetje verwacht natuurlijk, maar met zoveel mensen op de benen, zoveel steun die we krijgen van ons eigen publiek, is de kans dat ik blijf wel een flink stuk groter geworden vandaag. Oh! En je wou nog wat meer zeggen? Ja, ik wil er nog even wat zeggen over dit kampioenschap. Ik zal even wachten. Er is dit jaar best wel veel gebeurd binnen PSV, denk ik. We hebben vorig jaar al met z'n allen een fantastisch jaar mogen beleven. En er zijn toch een aantal belangrijke spelers vertrokken. Er is flink gewerkt binnen de club. We hebben dit jaar zeker niet cadeau gekregen. We hebben er met z'n allen hard voor moeten werken. En dat betekent van speler 1 tot speler 25. Iedereen zal zometeen even naar voren komen. Voor jullie, onze trouwe fans. Ik denk dat het niet uitmaakt wie er naar voren komt. Iedereen is belangrijk geweest in dit kampioenschap. Wat we nu met z'n allen kunnen gaan vieren. Jongens, bedankt voor de geweldige steun dit jaar. Het is niet altijd makkelijk geweest. En jullie waren fantastisch. Bedankt! Dat was de aanvoerder van PSV en dan vraag ik nu naar voren de man waarvan we weten dat hij helaas weggaat. En die PSV 4 fantastische seizoenen heeft bezorgd. Hier is Guus Hiddink.
Ja, zeg het maar. Hoe voelt dit, vraag je dan, hè? Kijk even naar mijn armen. Dan zie je kippenvel. Dit is super. Bedankt voor jullie steun in dit seizoen. Waren jullie voor ons zeer, zeer, zeer belangrijk. Dankjewel voor jullie enorme, enorme support dit jaar. Guus Hiddink. En dan de rest van de selectie. Wij gaan dat samen doen. Die gaan we als eerste roepen. Als eerste komen de vier jonkies naar voren. Pepe, Pla, Juan Carrizo, Menaki, Royke Berends, coachje hier, Win Lee, Nathan Coe, waar are you? Dit zijn vier opkomende jeugdspelers. Jullie gaan nog veel van ze horen, nog meer van ze zien in de komende tijd. Dankjewel, jongens. Nathan, Nathan Coe, I was asking for you already 1 minute ago. I asked for you already. Next one. Michael LeMay. Glad you made that, Mike. Erik Allo, pak de schaal over. Archie Thompson, take over. Jason Kalina. Michael Moore, take it over. Michael Geverman, Mika Weirieden, Mika. Laat die jongen naar voren. Michael, Mika, sorry, geef hem overal. John de Jong heeft een moeilijk seizoen gehad. Geef hem support. John heeft zijn bijdrage overgeleverd aan deze. Juni. Thank you.
Dan maak eens geef hem alsjeblieft aan Ismail Assadi. Ismail Edwin Zoetermeer. Bij jou geweest eigenlijk. Bij jou geweest. Ben je nog een keer? Zoetje, geef hem over aan. Hij wil niet naar voren komen, hij zal komen. Waar is? Hij wil niet. Afvalaai. Was Ooyertje. Ja, André Ooyer. Hij is nu voor Zo komen alle spelers aan bod. Theo Lucius die is al aan bod geweest met een cowboyhoed. Met allemaal speltjes. Zijn dat je scouts? Het aantal kampioenschappen dat je hier gewonnen hebt? Het aantal? Het zijn er nog maar 4 hoor. Ik tel iets van 15 speltjes, maar dat was misschien de wens die de vader van de gedachte is. Ja, bij Utrecht gezeten. Maar het is fantastisch. Je staat hier altijd vol en zoiets bent nooit hè. Dus is gewoon top. Is het ook een beetje nostalgie, een gevoel van afscheid nemen? Want de kans is groot dat dit ook meteen je afscheidsfeestje bij PSV is. Ja, die kans is aanwezig, maar je weet nooit in het voetbal. En tot nu toe blijf volgend seizoen gewoon PSV. En als je zoiets ziet, dan is het alleen maar fantastisch. Is er iets veranderd dan? Want een paar weken geleden was je vrij stellig met je wens om te vertrekken. Ja, dat klopt. Maar als de club PSV niet mee wil werken, dan wordt het lastig. En dat is het geval. Ze hebben tegen jou gezegd, Theo, je bent een waardevolle kracht, we willen je houden. Ik denk dat op dit moment de vraagprijs te hoog is, ja. Hoe heb jij dit kampioenschap ervaren? Toch met gemengde gevoelens. Aan de ene kant fantastisch om met PSV weer kampioen te worden. Maar het is ook een bepaalde opzicht vervelend seizoen geworden. Nee, absoluut niet. Ik heb, als ik fit was, bijna alles gespeeld. Vandaag was ik ook niet fit. Dus heb ik ook niet gespeeld. En het enige domper was vorige maand dat ik een aantal wedstrijden niet heb gespeeld. En de rest van het seizoen heb ik gewoon alles gespeeld. Dus niks aan te klagen hoor. Dus mocht Theodosius ook volgend jaar gewoon een PSV'er zijn, dan loopt hij hier niet met de pest in zijn lijf. Zeg nooit. Jo en Luc. De mensen achter de schermen geven ze een goed applaus. Heel goed werk gedaan. Keeperstrainer Joop Hielen, conditietrainer Luc van Acht. Ook hier dank medische staf, scoutingstaf, alle staven die tot dit succes hebben bijgedragen. Dankjewel. Het woord aan Eddy. Goed, spelers komen zo meteen terug. Ik nodig eerst hier even uit de burgemeester van Eindhoven, de heer Sakkers. Beste mensen, PSV, landskampioen. En Guus Hiddink, ereburger van Eindhoven. Guus, kom er heel even bij. Zojuist hebben wij Guus voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. Ereburger van deze stad gemaakt. Een gouden duo, Eindhoven en Guus Hiddink.
En nou gaan we het PSV eren. We hebben een prachtige beker. En we gaan hem vullen met champagne. Een landskampioen waardig. Ons PSV, daar gaat hij. En daar gaat hij met z'n allen nog één keer. Een geweldige beker voor een geweldige landskampioen. Proficiat. Dan laat ik een slokje nemen. De grote slok. Oké, en feestvieren nou. De volgende die ik hier naast mij heb staan, en ik geef hem graag het woord. De voorzitter van PSV, Rob Westerhof. Vandaag is het wederom een bijzondere dag voor PSV. Een dag voor de stad Eindhoven, voor de provincie Brabant en voor heel Nederland. Ons team is erin geslaagd, nadat er veel dragende spelers weg waren gegaan, om opnieuw landskampioen te worden. En hoe komt dat? Omdat er ongelooflijk veel vertrouwen is geweest in het team en ongelooflijk veel support van alle supporters, ook bij de huiswedstrijden. Allemaal gefeliciteerd en Guus Hiddink speciaal gefeliciteerd met het ereburgerschap van de stad Eindhoven. Fantastisch succes.